Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. In de maanden juli en augustus wordt bij een temperatuur van 28 graden of meer het afval vanaf 6:30 in de ochtend ingezameld. Dat is een uur eerder dan normaal. Plaats uw container, verpakkingsafval zoals plastic, blik en drankenkartons en oud papier dus voor 6:30 aan de straat. Op 18 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten af te zien van huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne bij het pand Den Deel 49-51 in Made. De gemeente is niet tot overeenstemming gekomen met de projectontwikkelaar. Deze heeft nog de mogelijkheid om tegen het genomen besluit bezwaar te maken. Als de ontwikkelaar het bewuste pand toch gereed wil maken voor huisvesting, dan is hiervoor een nieuwe vergunningaanvraag nodig. Bij een nieuwe aanvraag wordt aan de initiatiefnemer gevraagd een omgevingsdialoog te houden. Met het wegvallen van deze locatie gaat de zoektocht naar andere locaties voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne verder. Het is u wellicht ook al opgevallen dat rondom de toren dunner wordt en het aantal glossies is verminderd. De oorzaak is dat de advertentieinkomsten met ruim 33% zijn gedaald. Daarnaast zijn de druk- en bezorgkosten toegenomen. Hierdoor komt de levensvatbaarheid van rondom de toren in de gevarenzone. In de komende 3 maanden zal worden bekeken of en hoe rondom de toren blijft bestaan. Max Vitaal, de activiteitengids voor 55-plussers, is nu beschikbaar. Deze nieuwe activiteitengids is ontwikkeld voor alle 55-plussers uit onze gemeente. Ook inwoners die buiten deze leeftijdscategorie vallen, kunnen gebruik maken van Max Vitaal. Het project moedigt senioren aan om fit en actief te blijven. Dat gebeurt door hen op een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te laten maken met sportverenigingen en cultuurinstellingen in de gemeente. Heb je een leuke activiteit gevonden? Schrijf je dan nu in. Je kunt zoveel activiteiten kiezen als je wilt. Voor meer informatie ga naar de website maxvitaal.nl. Tot en met 31 oktober 2023 organiseert het regionaal archief Tilburg het zogenaamde archiefrondje. Dwalen door Drimmelen. Het is een wandeling van 12 kilometer. De hoogtepunten van deze wandeling zijn de haven van Drimmelen, onze uitgestrekte polders, begraafplaats Oud-Drimmelen en de Herengracht. Het start- en eindpunt is de parkeerplaats Oude Haven. Deze wandeling is te lopen via de app van Routiek, via GPX of door een PDF te printen. Meer informatie kunt u krijgen via de website www.regionaalarchieftilburg.nl. BN De Stem organiseert ook deze zomer weer een fotowedstrijd. Maak jij dit jaar de mooiste zomerfoto? Stuur tot 25 augustus je mooiste zomerfoto in. De foto moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. E-mail de foto in een JPEG-bestand van minimaal 1 MB naar zomerfoto@bndestem.nl. Daarnaast wordt verzocht om naam, woonplaats en liefst telefoonnummer te vermelden van de fotograaf. Tevens is van belang om een duidelijke omschrijving van de foto te geven. En graag eventuele bijzonderheden. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto's worden 2 maal per week gepubliceerd in BN De Stem. De weekwinnaar verschijnt eveneens online. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs. Wekelijks kiest de redactie een weekwinnaar. Het college heeft op 18 juli besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor 2 zonnevelden. Het ene zonneveld ligt aan de Moerseweg 3A bij Hoge Zwaluwe. Het andere zonneveld, de Bergen, is gepland in het gebied tussen Bergen en de Nieuwe Bredase Baan nabij Terheide. Het college verstrekte geen vergunning voor 3 andere aanvragen voor zonnevelden. De onderlinge stukken zijn vanaf vandaag ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken,
zodat er ook na de vakantieperiode nog voldoende gelegenheid is zienswijzen in te dienen. De termijn daarvoor loopt af op 15 september. Het indienen van een zienswijze kunt u doen als het college een besluit neemt waarmee u het niet eens bent. Wilt u hulp of advies hierbij? Stuur dan een e-mail naar zonnevelderdrimmelen@hotmail.com. Afgelopen donderdag was de opening van de vaarverbinding vanuit de Drimmelense haven naar de Hofmansplaat in de Biesbos. Met deze vaarverbinding is het voor wandelaars mogelijk om dit natuurgebied te bezoeken en al het moois uit dat gebied te kunnen aanschouwen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de VVV Biesbos Drimmelen. Wij mochten als een van de genodigden met deze eerste overtocht mee en laten u daar nu een kort fragment van zien. Zijn scheepje tussen de grienden en het riet. Als iedereen slapen gaat, slaapt hij de visser nog niet. Hij werpt zijn netten, hij neuriet een vrolijke wijs. Hij voelt zich als een koning hier, hier is zijn paradijs. In die maanschijn dansen golfjes klein op de stromen, die gaan en komen, windje ruikt zo zacht. Tover sprookjes prachten het Biesbosland bij nacht. Zo volgt zijn scheepje langzaam de loop van de tijd. Tussen al die gorzen door, ruiken naar schrip, naar klei. Hij proeft de stilte en dichtbij springt kwakend een eend. Ginds krijst weer het reigerluid, dat is voor hem niet vreemd. Gelukkig vinden er ook in ons dorp leuke en mooie dingen plaats. Een van onze vrijwilligers verloor tijdens een fietstochtje zijn portemonnee in Drimmelen. Hij merkte er niets van en fietste gewoon naar huis. Nog voordat hij zijn portemonnee zelfs maar gemist had, stond er een mevrouw aan zijn deur om hem terug te brengen. In zijn verbazing vergat hij zelfs haar naam te vragen. Maar hoe dan ook, zij is voor ons de ster van de gemeente. Wat fijn dat we zulke lieve medeburgers hebben. Dank u wel, mevrouw. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u de volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!